Johan Derksen heeft vrijdag gereageerd op de flinke ophef die is ontstaan rondom zijn uitspraken van deze week. Hij vond het naar eigen zeggen helemaal niet zo'n slechte grap. Kritiek op social media. De uitlatingen van Derksen, te zien in de bovenstaande video, kregen de afgelopen dagen veel kritiek op sociale media. Ook veel BN'ers lieten zich zeer kritisch uit over het racismegesprek bij Veronica Inside. Zo stelde zangeres Anouk dat de uitspraken om te kotsen waren en is Albert Verlinde van mening van Derksen zijn excuses moet aanbieden aan Akwasi. Niet langer adverteren rondom Zespri. Onder andere Ari Boomsma en Glennis Gracie riepen bedrijven op niet langer te adverteren rondom Zes. Dit zorgde voor een heleboel ophef onder bedrijven die rondom het programma adverteerden, onder andere Albert Heijn, Gamma en SNS Bank aan met Veronica in gesprek te willen over de woorden van Derksen. Ook Zespri zegt de verontwaardiging en woede die vooral op sociale media ontstond te begrijpen. Wij distancieren ons er nadrukkelijk van en willen niet meer adverteren rond dit programma. Deze uitspraken zijn verkeerd en in strijd met onze waarden. Zespri is als merk gericht op mensen, verbinding en inclusiviteit en we streven naar een betere wereld, zo laat het Kiwi-merk in een statement weten. Johan Derksen reageert. Johan Derksen reageert in het Dutch zelf ook over wat er in de afgelopen week allemaal gebeurd is. Weet je, ik zit daar om mijn mening te verkondigen en dat zal ik blijven doen tot de laatste snik, aldus Derksen tegen het AD. Hij lijkt zich geen zorgen te maken over het voortbestaan van het programma. Dat is mijn afdeling niet. Dit is weer een storm in een glas water die wel overwaait. Morgen is er weer een andere rel. Ook laat hij aan de krant weten geen spijt te hebben van zijn uitspraken. Ik rijd al 22 jaar na de uitzending naar huis en soms heb ik wel eens het idee, dat had ik beter niet kunnen zeggen, maar ik vond dit grapje eigenlijk niet eens zo heel slecht. Voor mijn doen hé, die Akwasi is voortdurend in het nieuws met zijn geschreeuw en gejammer. En toen daar die verklede Zwarte Piet in beeld kwam, die speelde met zijn leven, zei ik, weet je wel zeker dat het Akwasi niet is? Ook vertelt hij aan Nat dat het clipje een eigen leven is gaan leiden. Maar goed, de ene week ben ik homofoob, de andere week racist. Ik las ergens dat Akwasi het mentaal niet meer aan kon en zich 14 dagen heeft opgesloten. Nou, ik kan je vertellen, ik ben er mentaal heel goed aan.